U heeft het al gezien, het is behoorlijk stormachtig vandaag met hevige rukwinden. Verschillende bossen en parken zijn gesloten omdat er gevaar is voor bomen die zouden kunnen omvallen. Onder meer in Terkamerbos, hier ten zuiden van Brussel. In Zaventem zijn er een aantal tenten die op het punt staan om weg te waaien. De gemeente probeert ze nu te verstevigen. Het kerkplein van Zaventem is afgesloten. We hebben stormkracht gehad, 9 Beaufort op zee. Her en der ook rukwinden tot 86 km per uur. Dus ja, we kunnen zeggen dat het op de meeste plaatsen toch flink heeft gewaaid. De wind gaat geleidelijk afnemen. Eerst in het westen aan de kust. En dan tweede deel van de namiddag ook in het oosten van het land. En dan is eigenlijk het ergste voorbij wat de wind betreft. Ook in het weekend gaat het veel meer droog zijn met opklaringen en wolkenvelden. En vooral ook kalmer.